Welkom bij Man bij Top. Met vanavond een banenwissel tussen bouwvakkers en verplichters. En natuurlijk het Nederlands kampioenschap marathon schaatsen op de Oostvaardersplasse in Lelystad. Veel plezier! Meneer? Ja? Die muts, die kan echt niet, hè? Kan er niet. Ik heb een andere voor u. Vandaag was het dan eindelijk zover. Na 12 jaar kon het Nederlands marathonkampioenschap op natuurreis worden gereden op de Oostvaardersplassen in Lelystad. Alle aandacht ging natuurlijk uit naar de schaatsers. Maar Man bij het Hond ging vandaag kijken of het schaatspubliek ook goed gemutst was. We zijn vandaag goed gemutst. Kijk eens wat ik voor u heb. Een ijsmuts? Ja. Wat geweldig. Ja. Dank u wel. We willen wel dat iedereen goed gemutst is vandaag. Nou, ik ben zeer goed gemutst. U moet rijden? Ja. Ah, doet u ons mutsje op vandaag? Wat voor mutsje is dat dan? Ja, Man bij de Hond. We willen dat iedereen goed gemutst is vandaag. Ja, dat is goed. Ja? Ja. Mevrouw, deze is voor jou. Wij maken ons een beetje zorgen om u. Om mij? Ja, u heeft van die rode oortjes. Wij maken ons zorgen om haar, omdat ze van die rode oortjes heeft. En geen muts op, dat is heel dom. Nee. Ja. Ja, u ook trouwens. Ja, ik muts op. Ja, muts op. Ja. Oké. Ja, dank u wel. Mevrouw, ja. Iedereen maakt zich zorgen. We willen echt dat u een mutsje opzet. Zal ik u een mutsje even opzetten? Want u staat hier de hele dag natuurlijk, hè? Ja, zeker weten. Over de oortjes. Meneer, is het niet koud? Nee, het is helemaal niet koud, maar je ziet er hier wat weinig van, hè? Ja. Door die mist. Ja. En je staat er zo stand en vanaf. Ja, maar is het niet koud? Nee, helemaal niet. Krijgt u ook geen mutsje? Nou, dat is al heel jammer, hè? Ja. Nou? Is dit een goed plekje? Ja, dit is prima. Dit is nog leuker als dat je zomers aan het strand bent. Ja? Ja. Maar vandaag dacht u, ik ga eens lekker in de kou naar schaatsen zitten kijken. Nou, het is toch niet koud? Nou. Als je ijsberen met hout ziet sjouwen, dan is het koud. En heeft u nog niet gezien vandaag? Nee, wist dat nog niet. Maar u bent ook goed gemutst, hè? Ik wel. En daar is het startschot. Van de burgemeester. En peloton, dankjewel. Een mooi, dankjewel meneer. Een muts. Een mooie muts. Ik bedoel dat hem opzetten, hè? Meneer, heeft u zich nou laten verleiden om zo'n worstmutsje op te zetten? Ik had een pet mee. Ja. Oh, dat is een... En die heb ik maar even afgezet. Ja, dat is de fris, dus ik moet toch maar even zo'n muts op. Ik heb een beter mutsje voor u. Vind ik veel mooier. Maar er zijn mutselingen aan de voorzijde. Oeh, wat is de huisman? Hier is er nog goed in Willinghuizen. Zit in het laatste wiel. Kijk naar haar ploegleider met smekende ogen. Maar ze komt weer bij het peloton, de dames en heren. Laat die zich een huis opbeurs, dames en heren. Het is toch geen hoedenweer vandaag? Nee, wat is vandaag dan? Het is mutsenweer. Mutsenweer? Prima toch, meneer? Supermooi, hè? Wat de wedstrijd genetaliseert, dan weten we natuurlijk dat we... Het staat u goed, hoor, meneer. Prachtig. In ieder geval niet van die eenheidsworst, hè? Ja.